Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl Op de bewegende satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland. Het zijn stapelwolken en we zien in de loop van de dag dat vooral in het oosten en zuidoosten de zon meer ruimte krijgt. Maar in het westen en noorden lukte dat niet. Daardoor lage temperaturen. 20 graden is voor Midden-Nederland normaal. Maar om een uur of 1 à 2 vanmiddag was het nog slechts 13 graden. Op de Wadden 12 graden, het zuidoosten 15 en daar loopt de temperatuur later vanmiddag nog even op naar 17 à 18 graden. En zoals de satellietfoto ook laat zien, we zijn niet de enige met die bewolking. In een groot deel van Centraal-Europa is het bewolkt. En ook de Britse eilanden hebben te maken met dezelfde wolkenvelden. Heeft allemaal te maken met een hoge drukgebied dat boven Ierland ligt. 1040 hectopascal geeft de barometer aan. Maar onder dat hoge drukgebied zit een dun laagje met vochtige lucht. En dat veroorzaakt al die wolkenvelden. Als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat het hoge drukgebied daar voorlopig nog even blijft liggen en daarna zich morgen en donderdag langzaam uitbreidt richting het oosten van Polen. Dat betekent dat de wind van de noordhoek gaat draaien naar de oosthoek en dan komt er geleidelijk wat drogere lucht onze kant op en kan de zon dus vaker schijnen. De aanvoer van koude Noordzeelucht stopt dan ook en daardoor gaat ook nog eens de temperatuur omhoog. Dus al met al zijn dat twee belangrijke verbeteringen. Verder kunnen we ook onze blik richten op de golf van Biscayen. Daar ligt een lage drukgebied met daaromheen al buien. En die buien die geven de voorste begrenzing aan voor warme lucht. Zeer warme lucht. En die komt in de loop van donderdag en vrijdag onze kant op, waardoor we vrijdag naar tropische temperaturen gaan. Zal allemaal nog ver weg? Vandaag was het alleen zeer warm in het zuiden van Europa en ook in het zuidoosten. Ook daar ontstonden veel buien. In de rest van Europa waren de temperaturen niet bijzonder te noemen. De zomer is dus vooral rondom het Middellandse zeegebied. Vanavond begint de bewolking boven ons land geleidelijk op te lossen. krijgen we toch nog van tijd tot tijd de zon te zien. En in het zuidoosten is het vrij zonnig. De zon gaat pas tegen tien uur onder, dus een groot deel van de avond is het nog uh, licht buiten. De wind waait uit het noorden tot noordoosten, windkracht 3 tot 5. Komende nacht neemt de wind iets af. Tijdens de opklaringen daalt het kwik tot 8 graden en het kan wat nevelig worden, maar die nevel die lost morgenochtend snel op. Daarna flinke periode met zon. We hebben veel minder last van wolkenvelden, nog een enkel wolkenveldje of een stapelwolkje, maar verder in het hele land ook zon. Temperaturen gaan omhoog, 18 graden in het noorden, 22 in het midden en zuiden. Alleen in de smalle kustregio's het frisser, daar waait het nog steeds een stevige wind, windkracht 5 à 6 op de stranden. Morgen dus redelijk prima weer, 22 graden, donderdag wordt het warmer, 25 graden in het midden van het land en in het zuiden 26. Het blijft nog steeds droog, en we hebben opnieuw een afwisseling van flinke perioden met zon en enkele stapelwolken. De wind is dan inmiddels naar de oosthoek gedraaid, maar blijft nog steeds windkracht 4, is dus duidelijk aanwezig. Maar uit de wind en in de zon is het echt warm. Vrijdag begint de thermometer hoge waarden aan te geven, zoals gezegd, 30 graden kan het dan worden. In de loop van de dag draait de wind naar zuid, en aan het einde van de dag neemt de kans op onweersbuien toe vanuit België. Zaterdagochtend misschien ook nog enkele onweersbuien. En de rest van de dag is het wisselend bewolkt met regenbuien, maar ook van tijd tot tijd zon. De temperatuur is weer gedaald naar 19 tot 24 graden. Dan de wat langere termijn. Nou ja, de kans op zomerweer is eigenlijk beperkt tot de vrijdag. Dat is de dag met de hoge temperaturen. Zaterdag zoals gezegd nog in de buurt van de 25 graden. En dan moeten we er weer een paar dagen op wachten. Afgelopen vrijdag was het heel warm. Komende vrijdag... Nou, wie weet, moeten we er weer een week op wachten. Voorlopig in ieder geval alleen zomerweer op donderdag en op vrijdag. Wens u een goede avond en spreek u graag morgen weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.